Vanavond viert Volco haar 50-jarig bestaan. Opgericht als herenclub is het nu een hele brede club voor jong en oud. Ze denken dat we komen filmen vanwege hun receptie, maar niets is minder waar. Vanavond wordt Ronald Bakker onderscheiden met een lintje, omdat hij meer dan 25 jaar zich vrijwillig heeft ingezet voor de club. Hij heeft nog geen idee, maar daarom vragen we al even wat zijn idee is over Volco. Ronald Bakker, vandaag hebben jullie de receptie van Volco, die bestaat 50 jaar. Volgens mij weet jij daar heel veel van. Wat zijn de hoogtepunten in kort bestek van Volco? Hoogtepunten zijn heel veel hoogtepunten. Ik bedoel, wij zijn ooit begonnen als herenvereniging. Die waren veel groter en ook veel beter dan de dames. Op een gegeven moment is dat overgenomen door de dames. We zijn landskampioen geweest, nationale beker gewonnen, Europese wedstrijden gespeeld. En we zijn nu weer net gewoon een echte vereniging. En als jij over de hoogtepunten hebt en over de damesteams, dan bedoel jij de tijden van Etiflex? Niet zozeer de tijden van Etiflex alleen. Daarna kwam Dick de Langekeukens en Pelgrim inbouwapparatuur en Eastbourne Volco ook nog, die jarenlang het Eredivisie-verhaal hier mede ondersteund hebben. En dat heeft ons heel veel succes gebracht, ook heel veel bekendheid en daardoor zijn we ook nog de vereniging die we nu zijn. En volgens mij heb jij ook jarenlang overal aan meegewerkt. Ik zie jou iedere keer links en rechts op de vloer bij Volco. Wat zijn jouw taken op dit moment? Op dit moment ben ik secretaris van het bestuur. Ik zit in de jubileumcommissie en ben verbonden aan dames 1 en dames 6. En dat is altijd de hoofdpunten. En wat kan je vertellen over de club van Volco aan zich? Zijn er heel veel leden die al vanaf het begin erbij zijn? Is het een hele club met een trouwe aanhang? Of hoe kun je Volco betitelen? Volco is op zich wel een club met een hele trouwe aanhang, met mensen die al heel lang lid zijn. Natuurlijk is er verloop. Om een licht wat dat betreft ook niet handig als je denkt over aan studenten en dat soort gekkigheid. Want Groningen en Amsterdam is gewoon niet bij de deur. Daardoor raken we heel veel jeugd ook wel kwijt. Maar door de bank genomen is het een hele echte club die over het algemeen heel gezellig met elkaar speelt en prestaties levert. Ik heb in Ommel wel gehoord dat sommige mensen al 50 jaar ook lid zijn. Staat daar nog iets speciaals voor te gebeuren vanavond? Nee, niet speciaal voor mensen die 50 jaar lid zijn. Nee. Maar geef wel aan dat het gewoon een heel gezellige club is. Als het niet leuk is, hou ik geen 50 jaar bij een club vol. Hoe lang hou jij het al vol? We hebben het net erover gehad, maar 26 jaar nu. Wauw. Hele fijne avond en een hele fijne receptie. Ja, dankjewel. Volgens mij is een Volco een club met hele trouwe vrijwilligers. Als jij een top 3 mag samenstellen, noem dan eens 3 vrijwilligers die jij sinds jaar en dag kent. Ronald Bakker natuurlijk, Marcel en Emmy Pillen en Hendrikus Boerman. Greet Leuningen. Marcel Pillen. Willem, ik weet niet eens hoe die van achternaam heet. Ronald Bakker. Nou, ik ken er dus heel veel, maar een paar mensen wil ik toch even noemen. Dat zijn de club die de Bissingvolleybal verzorgen. Geweldige mensen. Martin Schuurman, ex-collega, maar ook een dier in het volleybalgebeuren. En dan uiteraard Ronald Bakker. Ik werk al jaren met hem in het Bissinggebeuren, maar ik ken hem niet anders als Bissing. Maar ik moet ergens zeggen, volleybal. En als je wakker wordt, dan valt een meisje nog met volleybal bezig. En zoals het bij een echte receptie hoort, begint de voorzitter natuurlijk met een speech over het feestelijke gebeuren rondom deze dag. Ronald Bakker heeft natuurlijk nog geen enkel vermoeden dat het allemaal om hem draait. 27 mei 1963 was een memorabele dag in een sportief, maar ook in een wereldmaatschappelijk bewogen jaar. De dag dat Volco Ommen opgericht was uit een samenwerking tussen voetbal, gymnastiek, volleybal en atletiek. De eerste naam voor de volleybalafdeling was Sportief. Deze naam werd op 5 juli 1962 tijdens een ledenvergadering gewijzigd in Suez. Wat stond voor setup en smash. Op 27 mei 1963, tijdens een gecombineerde ledenvergadering van Suez en gymnastiekvereniging OKK, was de oprichting van een zelfstandige volleybalvereniging een feit. In dezelfde ledenvergadering werd de naam Suez gewijzigd in volleybalvereniging Ommen. Later alsnog gewijzigd in Volco. Volleybalcombinatie om. De kleuren zouden zijn blauwe shirts en witte broek. Inmiddels zijn dat de bekende gele shirts en blauwe broek. Ieder jaar wordt een schoolvolleybaltoernooi georganiseerd om op deze manier de plaatselijke jeugd kennis te laten maken met het volleybal. Vele vrijwilligers zorgen ervoor dat de jaarlijks activiteiten worden georganiseerd. Volco is trots op haar vrijwilligers.
Jaarlijks wordt daarom tijdens de algemene ledenvergadering de Volkenbokaal uitgereikt. Aan hem of haar die zich in het afgelopen seizoen meer dan verdienstelijk heeft gemaakt voor Volko. Nu wil ik het woord dan toch graag even nog aan burgemeester Mark-Jan Aanen. We stellen het zeer op prijs dat ook het BMW in de vorm van de burgemeester aanwezig wil zijn. Dames en heren, jongens en meisjes. Nou, niet heel veel jongens en meisjes, maar toch. De volleybalsport in onze regio is een sport op niveau. Volko, Etiflex zoals het voorheen heette, heeft na 50 jaar bestaan diverse successen op naam gezet. En ook in de huidige competitie doen diverse teams het fantastisch en promoveren zelfs. Maar andere teams moeten strijden voor behoud in de huidige divisie. 50 jaar een vereniging opbouwen, naar dit niveau en in stand houden, dat lukt niet zonder tomeloze inzet van diverse vrijwilligers. Mannen, vrouwen, jongeren en ouderen die zich met hart voor de club in min of meerdere mate inzetten voor de vereniging. Bij de uitvoering van activiteiten, het begeleiden van teams of bijvoorbeeld door plaats te nemen in het bestuur. En soms zijn die vrijwilligers bouwstenen die een aardig fundament vormen voor hun club of vereniging. En zo iemand heeft ook u in uw midden. En hij verschuilt zich al een beetje achter mij. Maar Ronald, zou je misschien daar even willen gaan staan? Yeah. Al meer dan 25 jaar zorgt hij voor de club, Ronald Bakker. Ik heb het over jou. Ik moet jou nu zeggen dat het Hare Majesteit heeft behaagd om jouw koninklijk te onderscheiden. Zo. Ja. Wat moet ik doen namens Zijne Majesteit de Koning? Hare Majesteit de Koningin heeft daarvoor getekend. Ik moet even in mijn binnenzak grijpen, want daar hoort iets bij. Maar als ik met ambtsketen omkom bij dit soort gelegenheden, dan vermoeden mensen al wat. Ronald, ik ga je deze opspelde even van harte feliciteren. Wil jij dat bordje even afdoen? Ja. Ja, Volko, nu wel. Dat doe ik nooit. Wow. Dames en heren, volgens mij een heel mooi moment en ik wil hier ook wel heel graag zeggen dat ik ongelooflijk blij ben waar ik iedereen die een koninklijke onderscheiding krijgt, die van harte gun, vind ik het ontzettend mooi om iemand die nog in de bloei van zijn leven is, die nog jarenlang als vrijwilliger voor Volko het werk kan doen, maar daarmee ook een stimulans kan zijn voor zijn levensjaargenoten om ook zich vrijwillig in te zetten voor deze samenleving, dat ik die een koninklijke onderscheiding heb mogen opspelden, want ik vind het heel mooi dat iemand op deze leeftijd dit al bereikt heeft. Dankjewel. Ronald, van harte gefeliciteerd. Had je dit verwacht? Nee, ik sta nu eigenlijk voor het eerst met zoiets van ja en nu? Nee, niet verwacht. Totale verrassing. Je zou bijna je lijfspreuk erin willen gooien, dit wil ik anders? Ja, bijvoorbeeld. maar ik moet er nog even aan wennen, maar het is wel heel leuk. Ik heb begrepen dat je meer dan 25 jaar al inzet en we hebben net al even een interviewtje gehouden voor de club en de lijst was enorm lang. En ik moet zeggen, heb je dat gezien? Deed Mark-Jan aan en deed het ook wat, hè? Ik heb het idee dat Mark-Jan meer deed dan mijzelf op dat moment toen hij aan het praten was. Ik was er nog wel redelijk rustig onder. En ik zag dat Mark-Jan, of de burgemeester, niet wel heel erg veel moeite had. En de rest van de zaal heb ik niet gezien. Is dat niet typerend voor iemand die een lintje krijgt? Die vindt het eigenlijk allemaal wel normaal wat hij doet? Ik heb geen idee, maar toen mijn vader het lintje kreeg, had ik hetzelfde als wat Mark-Jan Aanen nu had. Ben je er wel blij mee dus? Ik ben er geweldig blij mee. Wat zou je aan alle Volko mensen willen zeggen? Dankjewel.